De fiscaal-civiel jurist Prenobe Bisisser zegt dat de wet toezicht bank- en kredietwezen weinig bescherming biedt voor kredietnemers in publiek-rechterlijke zin. Dit haalde hij gisteravond aan bij de lezing Zorgen over de zorgplicht van de Surinaamse juristenvereniging in het park. In deze wet heeft de centrale bank een toezichthoudende taak die voornamelijk gericht is op de bescherming van de belangen van de crediteur. Bisisser zegt dat de regelgeving van de centrale bank de banken verplicht de zorgplicht in acht te nemen, met daaraan gekoppeld het inwinnen van relevante informatie van cliënten en het vaststellen van risicoprofielen. De jurist is verder van mening dat het aspect van weinig bescherming door de wetgevers in overweging genomen moet worden. Wat mij betreft is hier nog een zorgende taak voor de wetgever om ook een publiekrechtelijke verplichting dat het in acht nemen van de zorgplicht van de bank die is de maatschappij in overweging te nemen. Hierbij zouden onder meer relevante bepalingen uit de Nederlandse wet financieel toezicht als voorbeeld kunnen nemen. En daarnaast zouden de bevoegdheden voor wat betreft toezicht en sanctionering van de centrale bank als toezichthoudend orgaan kunnen worden uitgebreid. Er kan dan een gezonde wisselwerking ontstaan tussen publiekrechtelijke normen. Wij schenden daarvan ook een privaatrechtelijke aanspraak. Verder wijst Bisisser erop dat behalve de publiekrechtelijke zorgplicht ook de privaatrechtelijke zorgplicht bestaat. Hij zegt dat de privaatrechtelijke zorgplicht zwaarder weegt. Hierbij weegt de privaatrechtelijke zorgplicht het zwaarst. Deze kan ook niet zomaar weggecontracteerd worden. Het gaat om dwingend recht. Bij het beoordelen van of er sprake is van behoorlijke invulling. De privaatrechtelijke zorgplicht dient te worden beoordeeld in hoeverre partijen rekening hebben gehouden met elkaars gerechtvaardigde belang, waarbij het belang van de cliënt substantieel zwaarder kan liggen dan het belang van de bank, afhankelijk van het profiel van de cliënt. En daarbij gaat het dus om de deskundigheid, vermogensplicht en financiering. En de grondgedachte daarvan is dat er een juridische correctie plaatsvindt, zodat partijen enigszins gelijkwaardig kunnen worden. Dat daardoor de wilsuiting en de wilsovereenstemming beter op hun recht kunnen. Prenobe Bisisser, fiscaal-civiel jurist. Hij sprak gisteravond bij de lezing Zorgen over de zorgplicht van de Surinaamse juristenvereniging in het park.